Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer je alles over bloemschikken. En vandaag heb ik een bloemstuk. Ja, ik heb een idee in mijn hoofd. Ik heb helemaal zin om ermee aan de slag te gaan. En om hem nu uit te werken. Ik heb een tempex zaad. Ik heb bananenblad. Ik heb natuurlijke mostakjes. Ik zou zeggen, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt daaronder een kopje cursuspakketten. En we verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. De pakketten gaan wel heel erg hard, dus wees snel bij. Op is op. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je het delen op Facebook of Instagram. Tag mij, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. De winnaar wordt ook bekendgemaakt op Facebook en Instagram. Dus je kan me daar ook volgen, want ik deel daar ook heel veel meer inspiratie. Maar ook als er weer wat nieuws online komt, of als er in de toekomst iets online komt, dan deel ik vaak al wat van de beelden. Dus mocht je niks willen missen, kan je me daar ook volgen. En dan zou ik zeggen, laten we nu gauw gaan beginnen. Zoals je kan zien heb ik een mooie tempex taart en de buitenkant gaan we straks bekleden met dit bananenblad. En dan gaan we in verschillende vormen snijden, dan kan je zo een keuze maken. Bovenin komen de mooie flesjes, aan de zijkant doen we wat takjes. Dus, en dan komt het weer op een pin te staan, komen weer bloemen in, bloemen op. Mooie herfstmaterialen, dus ik zou zeggen laten we gauw gaan beginnen. We beginnen eerst even met het bepalen waar straks de flesjes in komen, want daar moeten we een gaatje in snijden. Ik gebruik ervoor even een scherp mesje. Ik gebruik echt een bloemistenmesje die mooi scherp is, staat ook weer in onze webshop. En straks komt de taart zo op de pin. Dus daar ga ik even mee beginnen en dan gaan we de buitenkant bekleden met het blad. Eerst kijk je waar je op de pin straks de tempexwol plaatst. En dan doe je aan de bovenzijde, maak je drie gaatjes op plekken waar je straks gelijk het flesje dan in komt te staan. Dat doe ik met een scherp mesje. Dus deze komt in het midden en dan doe ik aan die kant en aan die kant ook een flesje. Als je het makkelijk vindt, kan je eventjes met een pen eromheen trekken. Maar ik doe het even op gevoel. Passen. Nu had ik wel een beetje moeite met meten vanmorgen, want die is iets breder dan die kant, maar daar zul je straks niet zo heel veel van weer zien. Dan haal ik ze even uit, ze zitten er mooi stevig in, dat is straks fijn. Dan gaan we de buitenkant bekleden met dit blad, bananenblad. En je kan eigenlijk zelf kiezen wat je leuk vindt, je kan reepjes maken, je kan ook rondjes knippen, je kan ook allerlei vormen knippen. Wat je zelf leuk vindt. En vaak hebben we het verschillende kleuren. De ene kant is nog weer donker en de andere kant. Je kan grote stukjes knippen, kleine stukjes. Je kan ook gewoon hele bladen op doen. Daar wordt het vaak wat rustiger van. En daarmee bekleed je de hele kant aan beide kanten. Ik gebruik een lijmpistool. Let wel op dat het kan smelten, het tempex, dus dat je hem niet te warm hebt staan. En je kan ook altijd de koude lijm gebruiken. Het is eigenlijk nog iets beter, vooral ook met verse bloemen gedroogde bloemen vaak ook. Dit werkt vaak iets sneller, maar dit is misschien toch wel een iets betere keus. Maar omdat ik het iets sneller aan jullie wil laten zien, gebruik ik even een lijmpistool.
Kijk, ik heb hem nou helemaal beplakt. Ik haal straks even de lijmresten nog af als alles goed is opgedroogd. En waar nodig is, kan je, als je nog iets piepschuim zichtbaar hebt, kan je daar nog een beetje een stukje overheen plakken. En de zijkanten knip ik even mooi rond bij. Kijk, heel leuk. Ik ga aan de andere kant een ander patroontje doen. Dan kunnen jullie ook het verschil zien wat dat doet in het stuk. Dan gaan we de zijkant bedekken met deze takjes. Die knip je dus op goede lengte. Soms mogen ze wel eens kort of langer zijn. Maar als je goed aan elkaar legt, dan wil dat wel mooi. Daarmee maak je wel een mooie natuurlijke look. En dat doe je eigenlijk gewoon zo tegen elkaar aan. En dat doe ik op dezelfde manier met een lijmpistool. Wat vaak handig is, als je er even eentje meet hoe lang die moet zijn. En je ze daarna knipt. En je mag echt verschillende groottes of diktes gebruiken. Let op dat je niet over de gaten heen lijmt, want daar moet de flesje straks nog in. Dus daar werk je omheen. En je moet ook rekening mee houden dat je de pin straks nog ergens in kan doen. Dus dat is echt tegenover die gaten. Dat je daar even een gaatje vrij houdt waar de pin dan straks weer doorheen kan. Kijk, het is belangrijk dat je om de gaten heen werkt. Dan doe je deze stukjes gewoon kotten. Zodat het flesje straks gewoon goed in kan. Zorg dat het even goed aandroogt voordat je het flesje erbij in doet. En het was al echt prachtig. Kijk hoe mooi. Geweldig. En dan ziet hij er zo uit. Aan deze kant zo, aan die kant zo. Ja, het is net wat je zelf mooi vindt. Dit is wat rustiger. Dit is iets drukker. Het heeft beide wel zijn charme. Aan de zijkanten ziet het er zo uit. Ik heb de gaatjes vrijgelaten. En mocht je nou nog een beetje piepschuim zichtbaar hebben, of Tampax, dan kan je daar later gewoon een klein takje nog weer bij tussen plakken. Ik ga hem nou eerst op de pin zetten en dan verder vullen. En dan kijk ik op het laatst nog of er nog wat bij moet. Maar ik vind dit al echt prachtig. Kijk, heel leuk. Dan kunnen die flesjes erin. Het voordeel is, je kan ze dus ook elke keer uithalen en opnieuw vullen. Echt een heel lang houdbaar stuk waar je lang van kan genieten. Je kan trouwens de flesje ook, of de, het bloemstuk ook wat meer schuin maken als je wil. Dat is ook wel erg leuk, als het water er maar niet uitlekt. Zo, en dan ga ik de flesje even vullen met water. Dat doe ik even met een fles. Die staat er trouwens ook op de webshop. Is heel handig, vooral met dit soort kleine flesjes. Dan gebruik ik een mooie Diplo slinger. En je kan hem er helemaal rondomheen doen. Je kan hem aan één kant doen. Net wat je zelf leuk vindt. En je kan hem vastzetten met een krammetje. Ik vind het mooi om het bloemstuk een beetje één kant op te laten lopen. Maar je kan het ook helemaal in het midden doen. En dat zet ik dus vast met een krammetje tussen de takjes door. Zet het mooi stevig vast.
ik een roze bottentak. Die kan je eventueel ook zonder water in doen. Maar je kan hem ook even in het flesje steken. En die zet het dan ook weer vast met een kammetje. Dan krijg je ook een heel mooi lijnenspel. En hetzelfde doe ik met een asparagus tak. Dan heb ik nog wat vruchtjes en die lijm ik er ook bij tussen. Daar kan je het beste koud lijm van gebruiken. Ik gebruik nou wel warm lijm, maar koud lijm is wel iets beter. Maar om het even snel hier te laten zien, gebruik ik even mijn lijmpistool. Dan gebruik ik ook pimpernel. Heel mooi sierlijk is dat. Stop er wat cotton in de flesjes. Het voordeel is, het water kan je elke keer wel weer verversen. Dus je hebt lang plezier van. Maar ik gebruik ook wat sterkere bloemen allemaal. En ik heb wat grasjes. Ik kan ze gerust wat langer laten en eventueel meer laten lopen. Mocht je het leuk vinden, zet ze dan gewoon weer vast met een krammetje. Die krammetjes vallen er mooi bij tussen het hout. Dus die zie je ook niet zo goed. En anders kan je er altijd een beetje mos bovenop lijmen. En om weer wat kleuren aan te brengen, gebruik ik nog een roosje. Ik snij alles natuurlijk goed schuin aan. Nou, dit geeft echt een bloemetje in het stuk. Dus dat ja, vind ik toch altijd wel echt heel erg mooi. En dan gebruik ik ook nog wat grasjes. Die nemen niet veel ruimte in beslag, maar daarmee kan je nog wel eventjes dat lijnspel extra versterken. En eventueel kan je dan ook nog wat vlechtwerk erin toevoegen. Die laat ik gewoon een beetje tussen. Ja, die vlecht ik eigenlijk ook een beetje tussen de materialen die we al hebben gebruikt. Het ene roosje heb ik toch nog even van een zuidwindlelie. Mooi fris van kleur. En dan heb je toch echt wel een mooi geheel met verschillende bloemetjes. Dan gebruik ik nog wat dadeltakjes. Die kan je ook eventueel lijmen of vastzetten met een krammetje. Wat je zelf handiger vindt. Ik gebruik kleine stukjes. Die kan je gewoon in delen knippen. En zoals je ziet heb ik hem nou omgedraaid. Want beide kanten zijn heel mooi. En wat lampionnetjes. Zit even ook al een steeltje aan. Maar kan je ook met een drupje lijm even vastlijmen. Nou, ik kan niet anders zeggen, maar dit is toch echt geweldig. De voorkant. De achterkant of de voorkant en de achterkant. Je kan het helemaal zelf bepalen. En je kan nog heel veel andere soorten vormen doen. Je kan het echt jouw bloemstuk maken. Wil je dit nou zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onder een kopje cursuspakketten. Ik ben benieuwd wat jij van deze video vindt. En ik denk ik ga er ook gelijk even een leuke winactie in doen. Wil je kans maken op een cadeaubon ter waarde van 15 euro? Laat dan hieronder weten wat jij graag zou willen zien aankomende tijd. Of wat jij de leukste video van afgelopen tijd vond. Misschien dat ik al een vernieuwde versie erop kan maken. Laat me dat vooral even weten. Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op dit kanaal. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doeg!